gedaan. Dus 25 mei, tebeko stem, une stem taps massa ekar unu, han verhoog naar een leeg hoofde. Une go stem taps massa ekar unu, yos yosi. Une go stem taps massa ekar unu, kes kesi na ga yap yapi. Une go stem taps massa ekar unu, meer dan 100 miljoen US dollar spaargeld van de gemeenschap, van de burgers, van bedrijven is gestolen. En alsof het niet genoeg was om ons op te zadelen met lening op lening, wurgende leningen voor het volk. Alsof dat niet genoeg was, moest ons geld, toen ze niet meer konden lenen, gestolen worden. En wie we niet horen, wie we niet hebben gehoord, is die voorzitter van die bankiersvereniging die ons in slaap gesust heeft en heeft gezegd dat dat geld op verzoek van die meneer Van Trek daar naartoe gebracht wordt in handen van die criminelen tegen beter weten in en tegen waarschuwingen van deskundigen zoals de respectabele professor Anthony Karam, zoals meneer Boussaid. En de onzichtbare figuur van een vicepresident die bevestigt dat er gestolen is, ja. En het is een onsamenhangend verhaal wat hij vertelt. En die onsamenhangendheid heeft er waarschijnlijk mee te maken dat hij het zelf, Chapoti, ook niet wist. Maar hij moet het goed komen praten. En wie zijn de grote mensen die stil zijn en die dokken? Wie dokt en wie horen we niet? We roepen die president, we roepen die minister van Financiën op om uitleg te komen geven wat er met dit geld dat is gestolen is gebeurd. We roepen die banken op om het spaargeld van ons terug te eisen van de centrale bank. De banken vertellen dat hier, hoe de mama en die mama gaan het binnen 3 jaar terugzetten. Partij kan ook de kondere man. En dan je money. Ik zorg goed dat aan money, aan al 3 jaar. Maar dat direct, ik tref maar, ik ga zoeken op dat money. Maar ik ga op dat money naar de kondere man. En dan je money. Nou, toen voeren. Op dat money. Laat me het weten. Zodra we door, omdat misschien niemand dingen nog kan verdoezelen, gaan wij forensische accountants instellen om al dit soort zaken te onderzoeken. En laat het duidelijk zijn. Eigenlijk mishaar meneer Van Trek. Want meneer Van Trek is een scapegoat. Meneer Van Trek is niet alleen verantwoordelijk voor wat er gebeurd is bij de centrale van de afgelopen 10 maanden. De hoofdverantwoordelijke is de president van Suriname, de heer Bouterse. De medeverantwoordelijke is de minister van Financiën, de heer Hoefdraad. Medeverantwoordelijke is de RVC van de centrale bank. Zoveel controleposten heeft men niet doorgehad wat er gebeurt bij de centrale bank. Of, maar ze zijn deel daarvan. Partijgenoten, ik denk dat we het einde hiervan nog niet gezien hebben. In de eerste plaats, de Babylon Janis Revi, wat door mijn schuld. Maar uiteindelijk zal het volk van Suriname achter de waarheid moeten komen. Money bij ongeveer 500 miljoen. Onu officieel 100 miljoen kwijt.
Maar als ik het goed heb, mijn hoop, mijn abonnement op mijn einde, is meer dan de helft weg. Wij zullen dat niet kunnen dragen. Als die regering niet gestraft wordt, zal men doorgaan en alle money ook op bank. We komen in grote problemen. En NPS nog een paar deze en alleen maar niet zomaar.